Vanmorgen reed Lars van der Haar nog een trainingsrondje in de buurt van zijn woonplaats Woudenberg. Op de weg, het veld en de blubber liet hij voor wat het was. Morgen gaat Van der Haar het veld weer in voor pas zijn eerste wedstrijd van het jaar. Een wedstrijd waarin de manier waarop hij rijdt voor hem belangrijker is dan het resultaat. Dat is voor mij wel het belangrijkste. Ik probeer eigenlijk gewoon, denk ik, zondag van de fiets af te stappen en dan niet direct naar de plaats te kijken, maar vooral naar mijn gevoel van ben ik weer terug op niveau of is er nog veel werk aan de winkel. Die onzekerheid heeft allemaal met de laatste weken te maken. Allereerst heeft hij nog last van zijn schouder. Een blessure overgehouden aan een valpartij in zijn laatste wedstrijd. Daarbij schoot zijn arm uit de kom. Daar heb ik nog wel wat last van. Ik ben eergisteren nog even naar de fysio geweest en een masseur. En er zitten nog wel wat plekjes in. En ja, mijn arm hoog houden, dat is ook nog niet zo heel erg lekker. Maar ja, ik zal even moeten oppassen op het NK met bepaalde dingen. Dat ik niet te veel risico neem van het vallen. Een serieuze probleem lijken zijn bloedwaardes. Daaraan zag Van der Haar dat hij niet fit was. Wisselvallige resultaten waren het gevolg. Als die zware inspanningen te vroeg op elkaar komen, bleek ik niet te herstellen. En elke keer als er een week tussen zat, dat was toen wel zo, reed ik gewoon weer een goede wedstrijd. Dus ja, daar moet ik nu een beetje van uitgaan. Ik heb nu 2 weken dus redelijk rustig aangedaan. En moeten we ervan uitgaan dat allemaal wel weer een beetje in orde is. Het zat hem dus in de bloedwaardes die een soort vijverachtige verschijnselen veroorzaakten. Om die op te krikken moest Van der Haar rust nemen. Hij vertrok naar Spanje, naar de Canarische eilanden om precies te zijn. Een weekje Spanje, dat moet dan het ei van Columbus zijn, zeg maar? Nou, meer eigenlijk gewoon lekker even inderdaad in het zonnetje. En ik heb daar gewoon elke dag maximaal 2 uurtjes gefietst tot de laatste 2-3 dagen. Toen heb ik nog een keer proberen te trainen. En dat ging eigenlijk ook meteen heel goed. Dus op zich denk ik dat een weekje rust wel goed gedaan zal hebben. Of dat gelukt is, kunnen we morgen zien. Daarna heeft hij nog 3 weken en 2 wedstrijden om in topvorm te komen voor het WK in Valkenburg. Het grote doel voor dit seizoen. Het is wel een parcours dat me heel goed ligt. Het is natuurlijk niet het parcours waarop ik al 5 keer heb gewonnen in totaal. Maar ik ben heel erg benieuwd wat het op het WK gaat zijn en ook vooral wat voor weer het gaat zijn. En dan hoop ik toch heel graag daar mee te strijden voor de finale. Maar eerst morgen het Nederlands kampioenschap. Dan wil hij toch ondanks alles proberen te winnen. En de dit seizoen ongenaakbare Mathieu van der Poel te verslaan. Iedereen is altijd te verslaan. Hij kan pech hebben. Hij kan een off day hebben. Vorig jaar had hij in Hoogheide ook een off day. Werd hij volgens mij ook 10e. Dus er zijn altijd mogelijkheden om hem te verslaan. En ik ben morgen ook niet alleen. Ik heb samen met Corné, die momenteel in topvorm. Corné van Kessel. Ja, Corné van Kessel die in topvorm verkeert. Dus ik denk dat wij samen wel zeker moeten proberen hem het vuur voor de schenen te leggen.